het gevleugelde woord van zin van mijn vader was, je moet iets over hebben voor de gemeenschap. Nou, als ik dat zeg binnen mijn familie, bij mijn broers en zussen, dan schiet ze meteen helemaal vol aan. Dat moet ik niet zeggen. Daar heb ik het denk ik een beetje van meegekregen, weet je wel. Met een filmpje over Jan van Hoofd begon maandagmiddag in het Noord-Brabants Museum de feestelijke bijeenkomst waarbij de cultuurpaus van Meijerij zat, want zo mag je hem best omschrijven, opnieuw een prijs kreeg, de Brabant Bokaal. Een prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, bedoeld voor mensen die zich op inspirerende wijze inzetten voor niet-conventionele, experimentele kunst. Tijdens Fabriek Magnifique deze zomer kreeg Van Hoofd ook al een hoge koninklijke onderscheiding. En twee van die prijzen, dat lijkt een beetje op, nou bedankt, het is nu wel mooi geweest. Nou ja, dat is het eigenlijk ook wel. Hè? Maar ik ben wel heel blij. Hè? Dus toch een soort erkenning van dat je jarenlang ermee bezig bent met kunst en cultuur. En misschien wel 25 jaar. En is het toch, kijk, voor mij hoeft het allemaal niet, want daar doe je het allemaal niet voor. Uiteindelijk is het wel een hele mooie erkenning voor wat je nou eigenlijk allemaal teweeg hebt gebracht. Dus dat wel, ja. U zegt al 25 jaar. 25 jaar geleden was Veghel een echte werkstad. Ja. Kijk eens naar Meijerijstad, Veghel van nu. Ja, dat is echt totaal anders. We hebben heel veel teweeg gebracht. Het gebied van kunst en cultuur, mensen die eraan wilden trekken, die hebben wel heel veel mogelijk gemaakt. En ook, je merkt ook dat de bevolking, bedrijfsleven, die ziet ook de waarde van kunst en cultuur binnen zo'n stad, zal ik maar even zeggen, als Meijerijstad. Dat heel erg belangrijk is. Plus die Noordkade is natuurlijk ontzettend opgekomen. Als we die Noordkade niet hadden gehad, was het nog steeds een beetje, kan wel, maar die Noordkade zorgt natuurlijk voor een enorme impuls op het gebied van kunst en cultuur. In Veghel, maar ook in Meijerijstad. Ja, Noordkade kun je zeggen, dat is eigenlijk ja, van landelijke allure. Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Ja, wij zijn natuurlijk heel erg gewend. Ik loop daar elke dag, ik heb daar kantoor. En dan zie je niet meer echt hoe dat op anderen overkomt. Maar ik doe wel eens rondleidingen daar. Uit mensen Breda en uit weet ik overal vandaan. Ja, de mond valt open. Die weten niet wat ze zien. Dat is echt van stedelijke allure en dat is het ook. De Brabant Bokaal werd uitgereikt door Ina Adema, nu commissaris van de Koning. Maar daarvoor natuurlijk de burgemeester van Veghel. Hij heeft natuurlijk een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van cultuur in Veghel, in Meijerijstad. Dat is ook de reden dat hij uiteindelijk is voorgedragen voor de Brabantbokaal en dat het ook uiteindelijk is toegekend. En dat echt van toegevoegde waarde is, ja, dat kunnen denk ik alle mensen getuigen die bijvoorbeeld bij Fabriek Magnifique zijn geweest. Daar zijn heel veel vrijwilligers die daar een grote rol in spelen. Maar je hebt ook een initiator nodig, iemand die mensen stimuleert en dat is Jan. En nog even dat ene ding, het is toch nog niet afgelopen met Jan van Hoofd, hè? Nee, voorlopig niet. Nee, dat is wat ik zei. Hè. Dus soms dan denk je, ja, het is een oeuvre prijs, zou je bijna kunnen zeggen. Hè. Het is wel mooi geweest met die Jan van Hoofd. Hè. Die moet dan maar eens iemand anders gaan doen. Maar dat is niet zo natuurlijk. Het is meer een aanmoedigingsprijs, wat Ina Adema ook al zei. En ik hoop nog heel lang ermee door te gaan. Want ook, zoals ik in de film zei, ik vind het echt fantastisch om te doen. Om met kunstenaars te werken, met muzikanten, met theatermakers. En dat te bieden aan een groot publiek. Helemaal geweldig.